Nu vijf Belgen de internationale limiet voor, voor Tokio gelopen hebben op de marathon, is het misschien wel eens zinvol om, uh, om stil te staan bij welke voedingsstrategie zij gebruikt hebben en wat dus eigenlijk de belangrijkste zaken zijn om op te letten uh, voor, tijdens en, en na marathon uh, qua sportvoeding. Dan. Um, de, de drie belangrijkste, de drie hoofdpijlers van sportvoeding, namelijk hydratatie, fueling en recovery, die komen eigenlijk heel duidelijk terug in, in marathon. Um, hydratatie. Ik zal daarmee beginnen. Uh, dan is het niet enkel water dat heel belangrijk is, maar ook uw zoutinname. Uh, vooral natrium eigenlijk. Um, je hebt een bepaalde behoefte aan natrium um, die je moet innemen tijdens de marathon um, om eigenlijk het verlies aan zouten door het zweten te compenseren. Um, je kunt eigenlijk via labotesten heel, heel nauwkeurig nagaan hoeveel zout je verliest in een bepaalde omstandigheden. Nu, voor recreanten is het best om te streven naar, naar een minimuminname van, een, van een 400 milligram natrium per uur. Om een idee te geven, in een, in een klassieke energiegel uh, zit 200 milligram natrium. Um, in een halve liter isotone uh, sportdrank zit, zit iets meer dan 400 milligram uh, natrium. Um, het is dus eigenlijk belangrijk om, om vooraf een, een, een hydratatieplan klaar te hebben, zodat je eigenlijk exact weet hoeveel en wanneer ga ik drinken en met welke dranken ga ik, eigenlijk, uh, welke dranken ga ik gebruiken. Dus je kunt een, een klassieke isotone sportdrank gebruiken, je kan water gebruiken, maar je kan ook uh, voor hydro of voor ORS gaan. Nu, dat, zijn, allez, dat, dat, dat is een heel zoute oplossing eigenlijk, die, die voornamelijk in extreme omstandigheden, uh, zoals in Tokio eigenlijk wel het geval kan zijn, uh, gebruikt wordt. Uh, dat is voor hydratatie het belangrijkste. Fueling, dan hebben we het dus eigenlijk over de brandstof die je gebruikt tijdens het lopen. Dat zijn koolhydraten. Uh, nu, vaste voeding, ja, dat is niet aan de orde tijdens, tijdens het lopen van een marathon op hoog niveau. Um, dan heb je eigenlijk de keuze om, om te gaan ofwel voor een, voor een, een isotone sportdrank um, of voor gels. Um, mijn voorkeur gaat uit naar gels. Waarom? Omdat je kan eigenlijk... In, in, in een gel bevat 30 gram koolhydraten en je kan op die manier eigenlijk heel exact... Um, bepalen hoeveel en op welk moment iemand die koolhydraten gaat innemen. Bij een isotone sportdrank zit je toch al snel met het verhaal dat die bidon niet helemaal leeg is, dat je die al weggooit en dan heb je eigenlijk geen duidelijk beeld van, van hoeveel koolhydraten nu zo iemand inneemt. Nu, ik had met Dieter um, voor, um, voor Enschede een, uh, een, een, een fueling klaar en hij wist dus eigenlijk exact, kijk op dat ogenblik moet ik mijn, moet ik mijn koolhydraten gaan innemen. Um, je kan 60 tot 90 gram koolhydraten per uur innemen. Uh, nu, voor iemand die een marathon loopt net boven de twee uur, is eigenlijk 60 gram koolhydraten voldoende. Uh, dus dat komt eigenlijk neer op zo'n twee gels per uur. Uh, die combineer je dan met water. Je moet eigenlijk minstens 200 milliliter water drinken om zo'n gel makkelijk te verteren. Je zou dat ook kunnen combineren met een isotone sportdrank, maar dan zit je weer met het verhaal dat er dan nog extra koolhydraten bijkomen, dat er misschien te veel suikers zijn om een, om een goede opname te, te garanderen. Dus eigenlijk, Dieter heeft gewoon geopteerd voor water in combinatie met die gels. Er bestaan ook isogels, die bevatten minder koolhydraten, bevatten maar 20 gram per stuk. Uh, die zijn isotoon van aard, dus je moet daar eigenlijk niet meer bij drinken. Maar het nadeel van die gels is dat die geen natrium, geen extra zout bevatten, omdat dat technisch gezien simpelweg niet mogelijk is. Uh, Zo'n gel uh, ja, dat is een isotoonformaat. Moest er daar nog zout aan toegevoegd worden, dan zou eigenlijk het volume te groot worden. Um, het laatste deel, recovery. Um, wordt vaak vooral door recreanten een beetje, een beetje uit het oog verloren. Um, dan hebben we het dus eigenlijk over het eerste half uur al na de marathon. Dan is het eigenlijk heel belangrijk dat je meteen een, een goede mix van koolhydraten en eiwitten inneemt. Om meteen eigenlijk optimaal het spieren te laten herstellen. Um, ik, ik weet wel dat meestal een marathon het einde is van een, van, een, van een wedstrijdperiode. En dat er dan een rustperiode volgt. Maar zelfs voor de dagen nadien eigenlijk. Uh, om optimaal te herstellen is het belangrijk dat je meteen een recovery shake drinkt. Um, met daarin eigenlijk dus een, een 2-1 verhouding van koolhydraten op eiwitten voor optimaal herstel. Um, en daarnaast zou eigenlijk ook ja, het, het vocht dat je verloren hebt tijdens de inspanning, zou je eigenlijk uh, 150% moeten, moeten recupereren. Dus wanneer dat je 2 liter uitgezweet hebt, bijvoorbeeld tijdens een marathon, zou je eigenlijk 3 liter moeten gaan drinken om je vochtbalans te herstellen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Van een marathon op een rijtje. Uh, uiteraard kan je nog veel meer in detail gaan en kan je dat heel persoonlijk gaan, uh, gaan, uh, gaan testen en gaan analyseren. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste key points voor een marathon op een rijtje.